En een leuke outfit ook, vind ik. Waar denk jij aan bij het woord oorlog? Het zijn allemaal rijke mensen die... Ik ben in Vlissingen, in de parkeergarage. En ga de stad in om mensen te vragen, wat betekent oorlog voor jou? En oorlog voor mij persoonlijk is iets onbekends. Want mijn ouders die hebben het meegemaakt, mijn vader ook. En dan zat hij tussen de Bosnische, Serven en Kroaten in. Wil jij iets? Ik heb een vraag die ik zou willen stellen, man. Wat betekent oorlog voor jou? Ja, het is overbodig. Het zijn allemaal rijke mensen die... die willen de meeste macht hebben, grondstoffen, daar gaat het, zo zie ik het eigenlijk. Ja. Hoe denk je dat sommige mensen zo ver gaan dat ze denken dat ze het goed doen door andermans levens te nemen? Dus kijk hoe ze dat doen in China en zo, Japan, dat ze daar zo'n kamikaze-piloten hebben, dat ze zo erg voor hun eigen land gaan. Ja, het is gewoon, ik weet niet of ik me duidelijk ga. Nee, maar propaganda is duidelijk. Mijn vrouw en ik zaten in een secte, die was christelijk. En daarin was de tweede komst van Jezus. We waren gewoon op zoek naar God. We kwamen in de Bijbelstudie. En daar werden we ook gepropageerd. Van jullie moeten 6-7 dagen in de week werken voor God en je best doen en zo. Dus als je dat voor een bepaald doel doet en je mist je eigen identiteit, kan ik me voorstellen dat mensen ook in Japan kamikaze gaan. Precies, ja, klopt. Net als wat er in Amerika gebeurt. Dan gebeurt er om de 4 jaar wordt er een nieuwe president gekozen. En dan wordt eerst allemaal afgewacht wat er daar gebeurt. En dan komt het allemaal naar Nederland. En zo zie ik het een beetje. Je hebt best wel veel abonnees. Ja, ik doe mijn best. Ik wil deze lange video's wat beter maken. Zodat, Ja, maar weet je wat het is? Kijk, als ik zo praat zo tegen je. Maar als ik een microfoon en een camera heb, dan is het toch anders, toch? Ja. Maar ik vind dat je het goed hebt gedaan, want het is ook spannend. Het is een spannend. Setting, weet je, ga maar voor de klas staan en iets presenteren. Klopt, ja. Maar je bent gewoon lekker jezelf, man. Zie je. Ja, zeker. Ja. Succes, hè? Dankjewel. Ciao. Soms wil ik van die DHL-chauffeurs vragen, maar dan denk ik, ze zijn aan het werk en het is misschien niet zo handig om te doen. Want dan is gelijk een logo erbij, weet je, en dat heeft ook weer andere regels. Ik weet niet precies welke. Voordat we de volgende persoon vinden, ben ik benieuwd. Wat betekent oorlog voor jou eigenlijk? Meneer, goeiedag. Spreekt u Nederlands? Nee. Oh, spreken ze Duits? Ja. Oh, ik kan ook Duits reden. Deine familie is daar? Oké, schönen Tag. Anders konden we ook in het Duits natuurlijk iets proberen. Ik zie weer 2 jongeren. Ik denk dat ik hun ga proberen te vragen. Hey mannen, goeiedag. Ik onderbreek jullie. Ik ben mezelf aan het filmen en ik maak een filmpje over het thema oorlog. En ik was benieuwd of jullie mening willen delen. Oh, het is puur in het algemeen. Ja, is leuk. Nou, leuk. En jullie zijn Vlissingenaren? Ja, zeker weten. Leuk. Mijn naam is Marco. Ik ken je nog van TikTok, ja. Zeker weten, ja. Heel lang geleden is het al. Mijn ouders zijn gevlucht van Bosnië naar Nederland. En ik heb het goed nu in Nederland. Maar ik wilde vragen, waar denk jij aan bij het woord oorlog? Ja, eigenlijk alleen maar verschrikkelijke dingen, Marco. Ja. Alleen maar verschrikkelijk. Hoe denk je dat een persoon in zo'n situatie kan belanden, dat er oorlog is in het land? Ja, het ligt een beetje aan je stand in de samenleving. Kijk, een hogere heer die kan er heel veel aan doen, maar als je een lagere boer bent bijvoorbeeld, ja, kun je er niks aan doen. En waar denk jij aan bij het woord oorlog? Hetzelfde wat hij zegt, verschrikking, maar ook onrecht. Er wordt zoveel mensen, een hele bevolking wordt dan onrecht aangedaan. Mooi, goed woord vind ik. Oorlog is verschrikking. Op welke manier zou jij, als jullie de macht hadden, dus beginnen bij jou. Mm-hmm. Jij hebt de macht, jij hebt geld. Yeah. Je bent de leider van een land, president. Hoe zou je meer vrede stichten? Ja, zeg maar één woord, gewoon praten. Gewoon met elkaar praten, ga met elkaar aan tafel. Betrek niet alleen hoogheren erbij. Betrek burgers erbij, betrek die boeren erbij, betrek ook de hoogheren erbij. Dus voor een soort driehoekje, nou, dat komt echt wel goed hoor. Ik moet nu echt denken aan het woord samenleving, dan is het een samenleving. Precies, samenleving, betrek iedereen erbij. Niet alleen Nederlanders, maar ook bijvoorbeeld vluchtelingen, bijvoorbeeld ja, gewoon burgemeesters, gewoon iedereen, gewoon echt iedereen. Stel we hebben iedereen erbij betrokken, wat zou je dan doen? Je hoort al die meningen, iedereen wil vrede, maar iedereen wil het eigen recht, wat doe je? Ik zou door middel van ieder zijn eigen mening, zou ik zeg maar, laten we zeggen, een hele mix van maken. Kijken van wat is het verstandigste om te gaan doen. Want ieder heeft wel zijn eigen mening, eigen point of view, eigen inzicht. En een beetje om gebruik te maken van die inzicht, zou ik een beetje van iedereen aanhoren. Wat vindt zij of wat vindt hij ervan? En stel, jullie twee zijn het oneens. Dus jullie zijn de hoge pieten. Er zijn heel veel meningen gehoord in de samenleving. We moeten links, anders zeggen we moeten rechts. Hoe zou je dan toch tot een conclusie komen? Vraagt deze ja. Geven en nemen. Dan heeft hij een beetje minder, ik een beetje minder, maar toch samen hebben we hetzelfde en ietsjes meer. Goeiedag mevrouw. Hallo. Mijn naam is Marco, met de K. En ik ben een kleine rapportage aan het maken over de mensen in Vlissingen en wat zij vinden van het woord oorlog, wat het met hen doet. Misschien omdat u, denk ik wel, een ervaren vrouw bent, wilt u kort uw mening delen. Heeft u 1 minuut tijd die u wilt nemen hiervoor? En een leuke outfit ook, vind ik. Mijn vraag is, waar denkt u
aan bij het woord oorlog? Helemaal. 0,0. Verschrikkelijk. Ook voor onze kinderen, kleinkinderen. En als u vergelijkt met misschien 50 jaar geleden en de wereld nu, denkt u dat het vrediger is geworden of minder vrediger? Nee, absoluut niet. Nee, maar ja, goed weten. 50 jaar geleden was ik een stuk jonger en dan zit je in de opbouw van je gezin. Dan gaat er eigenlijk best wel veel aan je voorbij. En wij hebben natuurlijk de wederopbouw meegemaakt van de Tweede Wereldoorlog. Hè? En ik zeg altijd, ik heb daar niet zo van geleden, maar mijn ouders sowieso wel. En mensen, heel veel. Maar ik zelf heb daar niks van meegekregen. Alleen, ja, je ziet met sommige mensen het verdriet. Hè, wat ze dus hebben, omdat ze mensen hebben moeten missen. Ik denk dat de minuut voorbij is, dus nog toch een kleine vraagje. Hoe denkt u dat de doorwerking is? Dus bijvoorbeeld mijn ouders hebben ook oorlog meegemaakt. Ja. Nou, u vertelt uw ouders ook. Wat voor impact heeft dat op de jeugd daarna, zeg maar? Wat voor impact heeft dat? Nou ja, dat je weet dus de erge gevolgen van alles. En je hebt angst. Ja? Ik bedoel, maar niet zozeer nu voor jezelf. Omdat je op een leeftijd bent, dan denk je, ja, ik ben 79. Dus dat is al best een behoorlijke leeftijd. En ik heb het hartstikke goed gehad. Maar ja, wat krijgen onze kinderen en met name ook de kleinkinderen? En dat houdt je bezig. Hè? Dat is gewoon, dat is beangstigend. En mensen die, zoals ik heb Joodse vrienden. Nou, dat is nog veel, veel erger, vind ik zelf. Maar die hebben zoveel moeten doorstaan. En nu weer. Dus steeds maar die angst komt, het herhaalt zich. Hè? Mensen hebben niet geleerd. Als je een toverstokje had, dan kon je de deur. Hè? Dan draaide je dat om en zei ik wil vrede overal. Maar helaas, ja. Helaas is het niet zo. Weet, we moeten zelf met de mensen in onze omgeving, moeten wij goed blijven praten. Hartelijk dank voor uw tijd. Oké, tot je dienst. Deze dame van 79 jaar die het een en ander in haar leven heeft gezien. Ze zegt verschrikkelijk, de geschiedenis herhaalt zich. Maar ook zegt ze, ik heb geen toverstokje om de wereld te verbeteren. En voel ik ook te zeggen, ja, probeer dan alleen jezelf te verbeteren.